West-Vlaanderen, begin jaren 60. In de omgeving rond de Leie, bekend als de Golden River, is de vlasteelt alom tegenwoordig. Maar veel toekomst zit er niet meer in. Tegelijk is hout duur en schaars omwille van de bouwwoede op dat moment. In 1960 verenigen 40 families vlassers zich. Ze persen hun vlas en produceren spaanplaten, een goedkoper alternatief voor hout. Unilin is geboren. In feite was Unilin een familiesbedrijf. Het is Union de Lin. En dat was eigenlijk de poging om naar een nieuwe technologische industrie te evolueren. Ik ben Erwin van den Bergen. Ik ben technisch ingenieur en ik heb 40 jaar voor Unilin gewerkt. De mentaliteit in de firma, dat is van het begin geweest, was een echt goede mentaliteit. Gedreven zijn om de zaak in orde te brengen. We kwamen allemaal uit de vlasdeling. En aan de vlas was te werken, dat was geen chique winkel. Iets later, halfweg de jaren 60, wordt in Nederland op grote schaal gebouwd voor de terugkerende families uit Indonesië en de kinderen van de babyboom. Een zekere Kees van Opstal begint er de eerste dakelementen te maken. Dat zijn dakplaten waarop ribben aangebracht zijn. Zo wint een aannemer tijd op de werf. Veel van deze dakelementen bestaan uit spaanplaten van Unilin. Al snel wordt Opstalan een van Unilins belangrijkste klanten. In 1966 komt er al een tweede lijn met een nieuwe pers voor spaanplaten. Ik heb toen begrepen dat het geleid heeft tot een scheiding tussen beiden. En Van Opstal heeft zijn spaanplaat elders gekocht, is Opstalan verder opgestart eigenlijk. Ja, dat was natuurlijk een grote slag voor ons. We waren onze grootste klant kwijt. En dan zijn we eigenlijk bijna van moeten zelf die platen beginnen aan elkaar nagelen. Hè. En Van Opstal is natuurlijk, dat was de vijand. Hè. En daarmee zijn we begonnen in Ooyham. Met die dakelementjes, dat was heel primitief, maar toch begonnen. En dan zijn we naar Slagen vertrokken, omdat we daar een nieuwe locatie hadden. Dat was een oude roterij van de familie Tiers. Dat was nog maar een dieselgenerator om stroom te hebben. Dat was heel, heel primitief in mijn. Ja, dat is natuurlijk wel een plaats die herinnering oproept. Zowel als ik een klein manneke was, want hier was eigenlijk het familiale vlasbedrijf. Dus ik ben hier heel veel geweest. En dan is het natuurlijk leuk om te zien dat dat allemaal niet kapot gegaan is en dat dat alleen maar groeit en bloeit en dat dat zo'n mooi bedrijf geworden is. Hè. 1973. Unilin veredelt haar spaanplaten door er met 100 nagels 4 ribben aan vast te maken. Zo gaat Unilin de strijd aan met Opstalan, de grote concurrent in Nederland. Daar start het verhaal van Unilin in de isolatie. Het is eigenlijk een heel positief verhaal. In die zin dat concurrentie soms het doorzettingsvermogen, de focus geweest is om het succes van Unilin waar te maken. Ik ben Katalijn Loep. Schans, mijn loopbaan is van 1964 tot 2002. Ben ik dus onderhoudselektrieker geweest. Dus ik moest het machinepark draaiende houden op elektrisch vlak. Die eerste machine, dat was dus lat aanbrengen, maar dat was heel primitief. Een dakelement bestaat dus vooral uit de grondplaat. En daarop werden latten gelijmd en genageld. Het volgende element sloot dan hierop aan, zodat dat volledig dicht was. Dat was gewoon een eenvoudige lijn en nagelmachine in feite. Ik weet nog goed dat Noël Tiers, toen malle directeur, zei dat we toch kon 500 dakelementen per dag maken. Ja, we kwamen misschien aan 100. Als we al een deftige nagelmachine toen later hadden, hadden een productie en één zaterdag voormiddag in 5 uur van 500 platen. De productie komt echt goed op gang, tot het noodlot toeslaat. Op 17 augustus 1975 brandt de fabriek in Desselgem uit. En ik zat hier thuis. En om 4:15 komt Frans Verbeuren hier opgereden. Luc, rap, je moet naar Desselgem. De fabriek ligt plat, je moet de stroom gaan afleggen. Ik heb dat dan, lijkt me een rallyman, met mijn auto over die brandweerdarmen gereden tot aan de cabine. Dus volledig het donkergrijs tot hinter
aan de brandladder. Dus dat was volledig weg allemaal. De stalen constructies stonden zo naar elkaar gericht. Dus dat was echt like een kaarthuis, zo aan elkaar. Al ons werk was er, nee. Was waar. En dat is niet lang geduurd. En in een paar uur tijd was heel de fabriek plat. Ja, het was triestes. Ja, ze zitten gewoon overdonderd. Wat? Van de kaart. Ik heb nog mensen die de tijd niet hadden om hun kleren te gaan halen. Dat ging zo snel. Dat was een lont die door de fabriek ging. Dus wat is er dan gebeurd? Ja, die vraag naar het dagelement was dan mij niet stilgevallen natuurlijk. Ja, we zijn Sandra is weer begonnen. Ja, zo rap mogelijk. Ja. Ja, dat is typisch in die lijn. Iedereen zat er zijn enorm in om toch 1 à 2 kamions per dag te kunnen produceren, zij het met al manueel schieten en aanbrengen van lijm op platen. Het was ongelooflijk. Dat heeft 6 weken geduurd. En dan hadden we weer de productie van voor een brand. Ik geloof een jaar later stond die loods er weer. Er stond er al een nieuwe lood. En het bouw is eigenlijk niet meer stilgevallen bijna. Ze hebben een betere indeling gemaakt. Eindelijk heeft hij een brand veel positieve zaken ook meegebracht. Tegen eind 1975 heeft Unilijn weer een volledig nieuwe lijn om dakelementen te produceren. Ik ben Geert Strings. Ik ben momenteel productieplanner bij Unilijn Desselhem. Ik ben eigenlijk al op pensioen al bijna 3 jaar. Ja. Maar ik heb besloten om toch verder te werken. Toen ik hier begon in 1979, kun je dat niet voorstellen. De computer bestond niet. Alles wordt geschreven op cursusbladen. Het stond zelfs geen puurmachine, want puur was er nog geen sprake. Op die tijd, iedereen speelde. Hè. En we waren jong. Met klokken gegooid, met vet gegooid, natte spoten. Dat heb ik niet van alles gedaan. Hè. Alleen maar. Het was vooral manueel werk ook. Hè. Dus de mentaliteit was toen zelf zoeken, hoe kan de machine rapper? Hoe kan ik nu meer meters eruit krijgen? Maar niemand zei dat ik dat moest doen. Hè. Ze zijn dikwijls, waarom werk je door? Ja, waarom geniet je niet van het leven? Maar eigenlijk is dat mijn hobby. Klinkt raar, hè? Dat is mijn hobby. Yes. We zijn midden jaren 70. Het Midden-Oosten draait de oliekraan dicht. De oliecrisis begint. Niet alleen brandstof voor wagens wordt duurder, gezinnen zien ook hun energiefactuur gevoelig stijgen. Ineens duikt een woord op dat niemand kende. Isolatie. Dan kwamen de eerste normen voor het isoleren. Dus wij moesten daarop inspelen en dat hebben we ook gedaan. En dat hebben we de gigantische evolutie gezien. Dat begon eigenlijk met 24 mm en dat is geëindigd in 120, 130, 140, 150 mm polyurethaan. Ze laden de elementen en ze voeren dat weg. Ze spoten ze extern. Ze spoten hier niet samen nog. En dat komt dan terug. Wij hadden niet die kennis. Hè. Wij kenden niets van platen. We konden eigenlijk al die ribben nagaan, maar dat was het ongeveer. Dakelementen worden meer en meer een isolatieproduct. Waar isoleren eerst nog extern gebeurt, neemt Unilijn al snel PU-producent Anatex over en bouwt een eigen installatie om PU te spuiten. Een volledig nieuwe activiteit voor Unilijn. Dat is eigenlijk echt een gamechanger geweest. Door de overname van Anatex kochten wij natuurlijk ook de mensen, lees ook de kennis, om zelf polyurethaan te gaan spuiten. En een van de mensen daar natuurlijk die belangrijk was, was Johan van Dorpen. Die kwam van dat bedrijf. En hij heeft dan eigenlijk een labo en heel de kennis van het polyurethaan spuiten geïntroduceerd bij toen nog Unilijn Systems. Schuim, PU-schuim, dat eigenlijk 2 componenten samenbrengen. Die ene component is MDI en die andere component is een polyolmengsel. Kijk, en zo verdient Unilijn zijn centen, hè, van zo'n klein beetje, zo'n loop water. In de jaren 80, Unilijn Desselhem, dat was eigenlijk een klein fabriekje. Ik kende iedereen in de fabriek, zowel op het bureau als de mensen aan de machine. Ja, dat was echt een vlasser mentaliteit van deuren doen en niet te veel omkijken. Hè. Het was ook zo, als ik het dan vroeg van, kun je een overhoorje doen? Maar dan werd dat ook meestal wel ingeveiligd. In Anatex zelf was ik verantwoordelijk voor de polyurethaanmachines. Maar oké, ja, Anatex was gedaan, gingen we naar Unilijn en dan is het verhaal begonnen.
Onze vroegere directeur zei altijd, om een goede fabriek te hebben, moet je eerst iets kunnen dat een ander niet kan. Ten tweede dat je moet het kunnen verkopen en derde, je moet er iets aan over hebben. Dus een PU-lijn, dat was ideaal daarvoor. We mieten niet dat we niet veel konden, maar verkocht goed en we verdienden het verhaal. Dat was de filosofie. Een van de eerste investeringen als in de jaren 80 ook hebben gedaan, volgens mij een van de beste investeringen geweest ooit, is het plaatsen van een lasmachine. De ene kant werd zo gefreesd, de andere kant werd omgekeerd gefreesd. Daar werd lijm op aangebracht en met een pers werden die samengedrukt tot de lijm uitgehard was. Maar op die manier had ik nul verlies van plaatmateriaal en na het persen werd die plaat op maat gezaagd van uw dakelement. In 1990 trekt het bedrijf Lieve Malfay aan. Een jonge ingenieur met kennis van PU. Hij groeit uit tot managing director van de divisie en brengt het bedrijf tot waar het nu staat. Het werd te groot en het werd ook te complex. Vandaar was er behoefte aan iemand die en het financiële en de productie en mede de strategie kon bepalen en bijvoorbeeld die overnames leiden en noem maar op. Ja, toen ik begon in 1990 was Engelin Insulation nog een heel klein bedrijf met een 50-tal medewerkers hier ter plekke. Qua werking had ik er een zeer goed gevoel bij. Er zat een grote dynamiek in. Er was absoluut de wens om ook fors te groeien. Mijn eerste indruk was, als er toch iemand met veel ambitie binnen haalde, toen werden er overnames gedaan, bijgezet, bijgebouwd. Toen zag je dat dat je vooruit ging. Hè? In de jaren 90 kwam meer en meer vraag naar afgewerkte producten. En begin de jaren 90 zijn we dan op zoek gegaan naar een lakinstallatie om zelf te kunnen spaanplaat lakken voor onze dakelementen. En tot op de dag van vandaag lakken we nog altijd spaanplaat voor een gedeelte van de voornamelijk Nederlandse markt. In Frankrijk hadden we niks te zien met opstand. Hij was daar eigenlijk niet sterk aanwezig of bijna niets aanwezig. En we zagen daar wel duidelijk de kans om onze marktpositie te versterken. We hadden een probleem op de Franse markt dat we in feite geen gipskartonplaten konden verwerken. En in 1998 hadden we de opportuniteit om te spreken met onze grootste concurrent, trouwens ook de grootste speler op dat moment in de Franse markt voor dakelementen, Trilat. En Trilat, dat was wel iemand die jullie geweldig ambeteerde op de Franse markt. Want die hadden eigenlijk een dakelement zoals wij erin hadden. Dat was eigenlijk een van de eerste grotere overnames van jullie. Wij hebben de machines die we wilden overgenomen, voornamelijk de vijsmachine, die nog altijd bij ons trouwens draait. En sinds die dag waren we primo nummer 1 in Frankrijk, in de dakelementenwereld. En secundo konden we ook op een zeer deftige manier en kwaliteitsvolle manier gipskarton elementen in de markt brengen. En dan hebben we eigenlijk weken gehad dat we drie ploegen van maandagmorgen tot zaterdagmiddag, soms moesten we vragen aan de mensen om de zaterdag nog een halve dag te komen tot 's middags, om die waters afgewerkt te krijgen. Op de Franse markt waren de kaarten toen wel wat geschud. Nu, op een bepaald moment start daar een machinefabrikant, Daniel Lanois. En die zag daar plots garen in om dakelementen te gaan produceren en vermarkten. Unila zag dat als een mogelijke concurrent en ook een opportuniteit om direct die klanten en die regio meer in te palmen. Dat noemde op dat moment STIP. En toen hebben we met die man in feite een deal kunnen sluiten dat hij STIP aan ons verkocht heeft, inclusief de machine. Moi, je m'appelle Daniel Lanois. J'ai été directeur des usines Unilin de 2000 à 2019, à la date à laquelle j'ai pris ma retraite. En fait, il y a une visite surprise. Je ne savais pas que Paul Thiers était sur la route pour me rencontrer. Et on s'est rencontrés, on a discuté. Les conditions qu'ils m'ont proposées me convenaient, et donc j'ai accepté. Et la surprise, ça a été qu'eux me demandent de rester directeur. Et j'ai accepté aussi, et je n'ai jamais regretté. Oui, je ging daar echt heel graag naartoe. Dat was eigenlijk een hele goede mentaliteit. En die gasten die waren ook altijd blij als ze ons zagen, want ze wisten, ja, het is om te verbeteren. Het is om hen te helpen.
Het waren echt hele goede mensen, harde werkers. Er is altijd schitterend werk geleverd. Daniel Lanois is gebleven bij ons. Heeft dan het kleine bedrijfje in Castel-Sarrazin gerund. En voor mij was het een soulagement om te zien een usine, mijn usine, se développer. In 2005 wordt Unilin deel van de Amerikaanse multinational Mohawk. Dat was een industriële speler die het eerst dat interesseerde was om de fabrieken te zien en te voelen. Dat waren echt ondernemers en eigenlijk, we praten gewoon dezelfde taal. Het is natuurlijk zo dat de groep als Mohawk meer financiële slagkracht heeft dan Unilin destijds. In datzelfde jaar rondt Unilin de overname af van haar eeuwige concurrent, Opstellan, de grondlegger van het dakelement. Niemand had ooit gedacht dat Unilin Opstellan ging kunnen overnemen. Eigenlijk een natte droom, eerlijk gezegd. Hè. Dus je moet rekenen, als jij al die jaren Opstellan als onverbiddelijke concurrent hebt gehad, you name it, you got it. Ja, dat we werden overgenomen door Unilin, dat kwam voor iedereen als een complete verrassing. Ja, dat doet sommige mensen toch echt wel zeer, in zekere zin. Want je voelt je een beetje overwonnen. Maar daarom was Unilin bijzonder, dat Unilin zei, wij willen dat het oude management blijft zitten. We willen continuïteit in het bedrijf. En Lieve zei tegen mij, Wolfgang, daar gaat de hele techniek voor Nederland doen, inclusief Unilin. Die overname die heeft voor Opstellan op zich ook heel veel betekend, in die zin dat ja, je kunt kennis delen met elkaar om op die manier gezamenlijk beter te worden. En dat is uiteindelijk ook het resultaat geweest van die overname. Samen één worden, maar uiteindelijk samen beter worden. De drijfveer bij Unilin zijn wel dezelfde. Men wil graag, hè? Men wil vooruit. Een gezonde werkmentaliteit. Hard werken, we moeten door, we willen presteren, we willen groeien. Uiteindelijk heeft het wel geresulteerd in een goed gevoel bij de mensen ook. De overname van Opstellan is waarschijnlijk een overname geweest die mij het meest trots gemaakt heeft. Ten eerste werden we marktleider in Nederland in dakelement. Automatisch ook marktleider in Europa, West-Europa. En zij hadden, en dat interesseerde mij, zij hadden ook één lijn waar ze isolatieplaten konden maken. En daar is eigenlijk het idee gegroeid van, eigenlijk zouden we dat moeten verder zetten. Dat was de rekening snel gemaakt. Ja, als je het wilt goed doen, dan moet je investeren in een high-speed laminator. In 2009 bouwt Unilin Insulation de eerste isolatieplatenlijn in Desselgem. Een gedurfde investering midden in de financiële crisis. Het opent een volledig nieuwe markt en het verandert voorgoed de identiteit van het bedrijf. Unilin is nu een echte isolatiespeler. Het was een staaltje automatisatie. Met een vuurpje gaan kijken hoe dat iets kan automatiseren. Dat is fascinerend. Hè? En zo zijn we van een houtverwerkend bedrijf ook naar een chemisch bedrijf gegaan. We hadden een businessplan gemaakt om op 5 jaar tijd die fabriek te laten voldraaien. Dat konden we reeds na 3 jaar. Dat was een groot succes. Maar niet alleen het feit van die volumes te kunnen draaien heeft mij veel voldoening gegeven. Ook het feit dat we echt mooie en goede platen maken. Want mooi betekent ook goed in de isolatiesector. Unilin Insulation wordt door groei en overnames een van de grootste producenten van Europa. In 2013 opent het een hypermoderne fabriek in Frankrijk. De fabriek bouwen in Frankrijk en Surrey-le-Comte hebben we dan gekozen. Was een stuk pionieren natuurlijk. Dat is out of the blue in de bled van nul starten. Ce que vous voyez là-bas est la nouvelle usine qui a été montée en septembre 2013. Aujourd'hui, on peut être fier de ce qui se passe. Ça fait 10 ans que l'usine fonctionne. In Surrey was ik verantwoordelijk voor hetgeen wat gebeurde met het schuim. Dan ben ik heel veel daar geweest. Als je dan ziet dat die machine en die fabriek produceert, dan zijn er ook wel een beetje fier op. Ici, on attend au minimum, assez vite, dans les 2 ans qui viennent, une production de 5 millions de mètres carrés. De drang naar groei is niet gestild. Unilin trekt volop de kaart van de isolatieplaten. De volgende in het vizier is Extraterm. Nog een bedrijf dat PU isolatieplaten produceert. Met fabrieken in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en België. Een van de drivers om Extraterm over te nemen was het feit dat zij een fabriek aan het bouwen waren in België, in Fulby. Ik zeg wel één van de drivers. Een andere was absoluut ook dat wij in de UK wilden present zijn.
My name is Barry Rafferty. I'm the managing director of Unilin Insulations UK and Ireland. Well, it was a family-run business, agile, entrepreneurial, with a no-blame culture. People who knew what a hard day's work was. This area is probably one of the most key critical areas of our process. This seat was mine during the commissioning, so I sat here for a while, running the line, running it at the weekends. That's my blood, you know, so it's in our blood, it's in our DNA. That's what it is, you know. You know, being an entrepreneurial spirit, having excellence at your heart, being passionate about what you do, you know, that's what we were. And that's what, to a certain extent, that's what Unilin was. I think a lot of our culture, a lot of our values were very similar. And I think, you know, that made the integration fairly easy, to be honest. Ja, de overname van Exteltam was eigenlijk een houden zet. Want niet alleen had je bijkomende productiecapaciteit, hij had ook direct een markt en had een concurrent uitgeschakeld, omdat de fabriek in Villeroy een concurrent ging zijn voor ons op de Belgische markt. So it was just, I think it was a good timing for both entities. You know, one entity wanted to grow with geographical expansion, and another one wanted to liquidate its value and head for the hills. And I think then that was a match made in heaven. Unilin groeit op de Ierse en Britse markt en heeft nood aan een nieuwe uitbreiding. In 2021 lijft het Ballyterm in. What Ballyterm brought for us was an existing site in Ballyconnell in Cavan, just on the border with Northern Ireland. Then the UK line was being built in a factory in Ross-on-Wye. So geographically for us, that was perfect. Een van de grote uitdagingen voor de toekomst is de recyclage van PU. Ik ben Aster Onderbeke. Ik werk als sustainability engineer bij Unilin Insulation. Met PU gaat er ook afval gepaard. We hebben productieafval, we hebben afval die op de werf vrijkomt als snijresten. PU die vrijkomt na het afbreken van een gebouw bijvoorbeeld. Met de afval gaan we iets moeten doen. We gaan het moeten kunnen recycleren. En met Unilin zijn we vandaag volop bezig met dat te realiseren. We bewandelen meerdere pistes. We hebben de mechanische recyclage. We hebben ook de chemische recyclage, waarbij dat we ons afval gaan omzetten naar een polyol. Polyol dat je opnieuw kunt gebruiken als grondstof voor je schuim. We zijn hier bij de polyolreactor. Deze ruimte is eigenlijk een beetje lekker een keuken. We gaan vaste stoffen en vloeistoffen toevoegen aan de reactor. We gaan die opwarmen. Daar ontstaat een chemisch proces. En eigenlijk maken we een nieuw polyol, wat dat een van onze grondstoffen is voor onze isolatieplaten. Dus het is ook in deze reactor dat we kunnen recycleren. We gaan afval dan ook in de reactor doen, vloeistoffen aan toevoegen, opnieuw hetzelfde proces in de keuken, opwarmen, laten eigenlijk depolymeriseren naar de nieuwe grondstoffen, het polyol. En dat polyol kunnen we dan gebruiken om nieuwe platen te maken. In het kader van duurzaamheid is Unilin altijd wel een pionier geweest op het gebied van, kunnen wij op basis van afval dingen maken, hè, ten bewijze vlaspanplaten. Hè. Dus uiteindelijk uit de afval van vlas, de lemen, werden platen gemaakt. En nu zou je kunnen zeggen, 60 jaar bijna verder, gaan wij nu op basis van polyurethaan afvalstof ook platen gaan maken. Ja, de geschiedenis herhaalt zich een stukje wat dat betreft. Isolatie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Elke dag innoveert Unilin Insulation om het comfort en de levenskwaliteit in huizen en gebouwen te verbeteren. Thermisch steeds performanter tegen koude en warmte. Akoestisch isolerend en geluidswerend. Klaar voor de Europese renovatiegolf en een duurzame toekomst. Voor ons eigen product polyurethaan zien we meer en meer toekomst in Oost-Europa. We denken dat we daar absoluut nu dringend naartoe moeten. En een tweede groeipoot moet nu gaan zijn dat we diversifieren richting andere isolatie. En als we dat kunnen realiseren, dan zijn we in 2027 een bedrijf van 1 miljard omzet. Dat vind ik het ongelooflijk mooie aan het verhaal bij Unilin. Het DNA is er nog altijd, dat creatief is er, die innovatie, hè, dat zit er allemaal nog in. En dat vind ik eigenlijk fantastisch en heel verwonderlijk. De duurzaamheidsdoelstellingen van Unilin zijn ambitieus, maar dat motiveert mij 100% om ervoor te gaan. Unilin heeft nooit op. Als er iets is, corona, whatever, Unilin gaat houden. De PNL. Hè.
Wat zijn de behoeftes, wat zijn de noden van onze klanten en hoe kunnen we daar optimaal in voorzien? En dat is kenmerkend voor Unilin dat we dat voor ogen hebben. We hebben de basis een goed product, maar we hebben ook hele goede mensen. We hebben een goede infrastructuur van machines, dus op die punten staat eigenlijk alles klaar om dat succes nog te vergroten. Vandaag zie ik dat isolatie nog altijd de markt is die erg gevraagd wordt. Dus ik denk dat Unilin nog grote ogen kan gooien. We deliver on our business plan. My simple view of the world is, we need a new line in 5 years. Unilin, moi j'ai rencontré des gens formidables. C'est ma deuxième famille, oui. Ja, Unilin Insulation is natuurlijk ook een deel van mijn leven. Ik durf toch wel zeggen trots te zijn op wat we allemaal samen hebben kunnen verwezenlijken sinds 1990. En als ik het bedrijf zal verlaten, dan hoop ik dat het verder kan groeien naar de toekomst toe.